Welkom bij Stefan Tekent. Ik ben Stefan de Groot, illustrator en animator. En in deze video laat ik zien waar ik soms mijn inspiratie vandaan haal. En dat is meestal gewoon het tekenen van dingen die je ziet. Maar soms kan je ook geïnspireerd raken door andere illustratoren en hoe zij bijvoorbeeld dingen opzetten. Ik heb nu een voorbeeld van een Disney-tekenaar en dat is James Brodeiro. En die werkte bij de Disney-studio's in de jaren 40. En ik kwam een paar pasteltekeningen tegen die hij maakte voor de tekenfilm Fantasia. En voor de scène van de pastorale. En ik heb al heel veel boeken over tekenfilms van Disney en heel veel andere animatiestudio's. Want ik vind het altijd heel interessant om te zien hoe sommige dingen tot stand zijn gekomen. En in dit boek, dat is Before the Animation Begins, dat is van John Kaymaker. Daarin staan een paar pasteltekeningen die mij hebben geïnspireerd. Dus als je het dan openslaat, dan... dit zijn dan meestal preliminary sketches en het zijn schetsen die eigenlijk gebruikt worden om ideeën uit te werken en dat ze dan daar verder mee kunnen komen in het maken van het verhaal. En deze tekeningen zie je eigenlijk nooit terug in de eigenlijke tekenfilm, maar het is juist mooi dus dat je dit soort boeken hebt waar dit soort tekeningen en schetsen in staan. En het is altijd heel inspirerend. En hier heb je bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n schets van James Brodeiro. En die tekenen dan Bacchus, de wijngod, op een ezeltje. En daar was ik erg door geïnspireerd. Ik heb zelf ook een illustratie ervan gemaakt met pastelkrijt. Of eigenlijk pastelpotlood op papier. En dit is een beetje mijn bewerking van zijn illustratie. Maar als je dan in het boek leest en verder kijkt van waar zij dan hun inspiratie vandaan haalden. Dat was dan weer een Duitse illustrator uit 1900, dus meer 1887 ongeveer. En dat was Heinrich Kley. En in dit boek staat dan ook dat ze daar erg geïnspireerd waren, omdat Heinrich Kley die tekende ook heel veel dieren met mensenemoties of situaties die heel menselijk waren. En dat gebruikten ze juist voor Fantasia, omdat daar natuurlijk heel veel dieren zijn die dansen. En het leuke is dat je nu op internet van allerlei dingen kan opzoeken. En van deze tekening vond ik nu ook een illustratie van Heinrich Kley. En het is een illustratie met een ezeltje en met Bacchus. En als je de illustratie van James Brodeiro naast die van Heinrich Kley legt, dan zie je dat hij duidelijk geïnspireerd is op de Bacchus van Heinrich Kley. Ik ben dan weer geïnspireerd op deze tekeningen en ik heb van mijn eigen tekenfilmfiguur weer een andere illustratie gemaakt, ook met een ezeltje, maar mijn tekenfilmfiguur is Kwap. Die heb ik dan in een pose getekend als Don Quixote op een ezel. Die heb ik dan niet op papier getekend, maar met de Apple Pencil op de iPad Pro in de teken-app Procreate. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je het leuk vindt, geef het dan een duimpje omhoog. Als je meer wilt zien van dit soort video's, dan kan je altijd abonneren op mijn YouTube-kanaal. En op die manier hoef je nooit meer een video te missen. Tekenen is leuk, en oefening baart kunst. Tot de volgende keer. Doedels!